Dames en heren, wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst. Deze woorden van de Duitse president Richard von Weizsäcker koos het comité 4-5 mei dit jaar voor de herdenking. En zij vormen de basis voor mijn lezing. Ik ben een kind van na de oorlog. Ik ken geen ander Nederland dan een land in vrede en vrijheid. Maar ik ben ook opgegroeid met de verhalen van mijn ouders en mijn grootouders. Over de armoede van de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog. Over het gebroken geweertje dat mijn vader als jonge man droeg, symbool van pacifisme. Over hun angst tijdens de bombardementen en hun verdriet over verloren vrienden. Over de machteloosheid die ze voelden bij de vervolging van de Joden. Over de illegale krant die ze stiekem lazen. Over de angst die ze voelden toen bleek dat die vriendelijke kennis die altijd naar Radio Oranje kwam luisteren, een NSB-speldje onder zijn revers had gestopt. Of over hun trots op moedige daden of hun schaamte over het gebrek daaraan. En vooral het verhaal van mijn tante Johanna. Zij had met haar man ondergedoken gezeten in Amsterdam. Maar een groot deel van haar familie was niet teruggekomen. Een nooit nader benoemd eufemisme voor vermoord in de vernietigingskampen. Maar ook het verhaal van tante Ton, die met een glimlach om de lippen vertelde van die prachtige bevrijdingsfeesten in Amsterdam, waar ze als jonggetrouwde vrouw enorm van had genoten. En dan waren er nog de verhalen van mijn vader over zijn ervaringen toen hij als foerier, een non-combattante functie, vertelde hij er stevast bij, was ingezet bij de politionele acties in Indië. Hij sprak graag over het mooie land en de aardige mensen. Over de verschrikkingen van zijn acties sprak hij nooit. Maar het was er wel. Oorlog en bevrijding speelden een cruciale rol in het leven van mijn vader en moeder, in dat van mijn grootouders en van hun vrienden en kennissen. Maar hun verhalen zijn ook mijn verhalen geworden. Ze zetten mijn broer en mij aan het denken. Wat zouden wij hebben gedaan? Toen we klein waren, hoorden we hun verhalen ademloos aan. In onze puberteit waren ze deel van ons verzet der generaties. Wij demonstreerden iedere zaterdag tegen het optreden van de Amerikanen in Vietnam. Mijn moeder, die in Brabant was bevrijd door Polen, wilde nog wel een stukje met ons meegaan. Maar mijn Amsterdamse vader kon er woedend om worden. Kritiek op de Verenigde Staten, onze bevrijders, wilde die niet horen. En zo hebben de verhalen over oorlog en de bevrijding mijn generatie gevormd. Als voorzitter van de Tweede Kamer was ik mij daar steeds goed van bewust. Ik heb in die 6 jaar van mijn voorzitterschap vaak gesproken bij herdenkingen. 6 keer op 4 mei bij het boek met de namen van de slachtoffers in de hal van de Tweede Kamer. Iedere dag wordt daar 1 pagina met namen omgeslagen door een kamerbewaarder met witte handschoenen aan. En 6 keer op 14 augustus bij de Indische plaquette in diezelfde hal. Maar ik heb ook gesproken bij het Indiëmonument in Roermond, in Vught, bij de Boegenwaldherdenking op de Amsterdamse Oosterbegraafplaats, bij de februaristaking en bij het Dachau-monument. En op 4 mei 2011 op de Dam. Het meest indrukwekkende moment van mijn voorzitterschap. En bij al die herdenkingen heb ik het persoonlijke verhaal verteld van iemand die het zelf had meegemaakt. Van de man die mij had verteld over zijn leven als onderduiker, de vrouw die me had geschreven over haar leven in een Japans kamp, de gefusilleerde verzetsman over wie zijn zoon me had verteld. En die verhalen hadden een functie. Ze maakten duidelijk, kijk, daarom staan we hier. Daarom is vrijheid de moeite waard om voor te vechten. Daarom moeten we zuinig zijn op onze democratie, onze rechtsstaat. In het gezelschap waar ik voor sprak, de mensen met vergelijkbare ervaringen en idealen, kregen die verhalen ook precies de betekenis die ik eraan wilde geven. Maar dat spreekt niet vanzelf. Wie een verhaal vertelt,
moet verbinding maken met de toehoorder. En de toehoorder moet bereid zijn te luisteren. Alweer 16 jaar geleden zat ik in de auto met mijn kleinzoon Jay, toen 8 jaar. We passeerden de grote borden met de posters voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. En achterloos zei hij: "Oma, wij gaan niet stemmen. Wij weten helemaal niet wat de provincie doet." Hij praatte na wat hij thuis had gehoord. Ik werd nijdig en ik ben hem gaan vertellen over mijn opa en oma die nog gestreden hadden voor hun stemrecht. Over hoe mijn ouders de oorlog hadden meegemaakt en wat dictatuur betekende. Wat vrijheid is en democratie. Hij was muisstil en aan het eind zei hij: "Hebben jouw opa en oma daar echt voor gevochten? Als dat zo is, zal ik altijd gaan stemmen. Dat beloof ik je." Ik had hem geraakt met mijn verhaal en hij had geluisterd. Nederland kent heel veel kinderen als mijn kleinzoon Jay. Zij kennen niemand die de Tweede Wereldoorlog zelf heeft meegemaakt. Zelfs hun grootouders zijn er te jong voor. Ze kennen de oorlog vooral uit boeken die ze op school hebben gelezen. Oorlogswinter van Jan Terlouw en de aanslag van Harry Mulisch. "Gaan alle boeken in Nederland over de Tweede Wereldoorlog?" vroeg mij eens een Turks-Nederlandse leerling uit MAVO 3. En daarom is het ook zo goed dat overlevenden van de concentratiekampen, veteranen, voormalig verzetstrijders, zelf hun verhalen aan schoolkinderen vertellen. En dat deze verhalen ook op beeld worden vastgelegd. Want Nederland kent heel veel kinderen die geen Jay heten, maar Mohammed of Aisha. En die net als hun grootouders en ouders bij het woord oorlog aan heel andere oorlogen denken. En wat is dan ons gemeenschappelijk verhaal? Wat willen wij delen met de volgende generatie, met nieuwkomers in ons land? Elk jaar, als ik op 4 mei op de Dam sta, weet ik: al deze mensen om mij heen staan hier met hun eigen herinneringen, hun eigen historie, hun eigen verhaal. Maar we hebben ook een gezamenlijk verhaal. En ik voel dan een intense verbondenheid. We weten waarom we hier staan. Het onzichtbare weefsel dat mij met hen verbindt, is het besef van de waarde van vrijheid, democratie en rechtsstaat. Precies dat gevoel, dat besef van verbondenheid, heb ik in 2011 willen overbrengen in mijn toespraak op de Dam. Maar hoe verbinden we ons dan met al die mensen die daar niet staan? Omdat ze geen enkele herinnering hebben aan deze oorlog. Omdat niemand hen er ooit over heeft verteld. En hier ligt de kern van wat ik vandaag wil zeggen over die eerste van de Four Freedoms. De burgemeester noemde hem al. Zoals Franklin Delano Roosevelt die formuleerde op 6 januari 1941. The Freedom of Speech. Natuurlijk, dat betekent dat we de vrijheid hebben om te zeggen wat we vinden. Daar kan geen misverstand over bestaan. Maar de kern is dat we bereid zijn naar elkaars verhaal te luisteren en het gesprek aan te gaan. We leven in een tijd van een oneindige hoeveelheid informatie. Met één simpele handeling op onze laptop kunnen we bijna met iedereen in de wereld in gesprek. Over waarin we het eens zijn, maar juist ook over waarin we verschillen. We kunnen horen wat hun kant is van het verhaal, hoe zij de ontwikkelingen in de wereld zien. Maar we doen het niet. De vreemde paradox is: hoe meer kanten van de zaak we zouden kunnen zien, hoe meer we ons juist beperken tot die ene, namelijk de onze. We zoeken niet het debat, niet de verbinding, we zoeken de bevestiging van wat we toch al vonden. Er zijn van die websites met nogal sterke, steile opinies over politiek en samenleving. Maar als ik daarop inlog, zie ik alleen reacties van mensen die het allemaal helemaal mee eens zijn. En nooit is iemand die schrijft: "Nou nee, dat zie ik toch anders." Op de eindeloze wereld van het World Wide Web zoeken we dat ene kleine hoekje van gelijkgezinden. En we gooien nog maar eens wat duiten in hetzelfde zakje. Maar zo komen we natuurlijk niet verder met elkaar.
Niet alleen op internet, maar ook in de reële wereld zien we steeds meer segmentatie. Als we een feestje vieren, komen daar alleen mensen die er ongeveer zo uitzien als wij zelf. Dezelfde opleiding hebben en dezelfde culturele achtergrond. Ons kringetje is klein en we hebben steeds minder contact met andersdenkenden, anders opgeleiden. Het rapport Verschil in Nederland van het Sociaal Cultureel Planbureau toont een Nederland met heel veel verschillende groepen die heel weinig met elkaar te maken hebben. Living apart together. En dat is niet wat Nederland verder heeft gebracht. Wij zijn altijd een land geweest met een heel diverse bevolking. Veel partijen, veel varianten van religie. En soms heeft dat tot grote onrust geleid, zoals bij de beeldenstorm in 1566. Maar we leerden omgaan met de verschillen. We leerden de ander te respecteren. We komen bij elkaar en we sluiten compromissen. Zo komen we verder. Langzaam, maar wel gestaag. We plooien en schikken tot we een nieuw evenwicht hebben gevonden. En dat is dus veel meer dan tolerantie. Tolerantie is verdragen. Het is vaak een synoniem voor onverschilligheid. Het gaat erom je erin te verdiepen. Je erin te verdiepen in het standpunt van de ander. En de moed te hebben je eigen gedachten tegen het licht te houden. En dan moeten we wel in gesprek blijven. En niet alleen onder elkaar, maar juist met mensen die anders denken dan wij, iets anders geloven, anders zijn opgeleid. De Vlaamse auteur David van Rijbroek heeft er mooie beschouwingen aan gewijd en ik ben een enthousiaste aanhanger van zijn ideeën. Hij bracht in 2011 een willekeurige groep van 1000 mensen bij elkaar, door loting gekozen, om te zien welke oplossingen zij konden bedenken voor de problemen van België. Artsen, verpleegkundigen, ingenieurs, schoonmakers, onderwijzers, kapsters. Ze leerden elkaar kennen en waarderen. En samen kwamen ze met een agenda voor de grote vraagstukken van België en met bijzondere oplossingen die ze in de maanden daarna hebben uitgewerkt en daarna overhandigd aan het parlement in Brussel. Als een geschenk, als een geste aan de politiek, zoals Van Rijbroek het formuleerde. En die agenda van de burgers, van die dwarsdoorsnee die door loting was tot stand gekomen, bleek een heel andere dan die van de politici. Maar zoals wel eens vaker in het leven, de waarde lag hier niet alleen in de uitkomsten, maar net zozeer in het proces zelf. In het gesprek van mensen, gesprek tussen mensen, die samen in één land, soms in één stad wonen, maar elkaar nooit tegenkwamen. En het idee was zo'n succes dat verschillende steden in Nederland het inmiddels hebben nagevolgd. Ik weet niet of hier in Zwolle ook al een G of een Z-1000 is. Dat kunnen we doen, kunnen we doen. Ik vind het een waardevolle, inspirerende aanvulling op onze representatieve democratie. Een aanvulling die ook zo goed past bij de manier waarop wij ons land altijd hebben bestuurd. Met het sluiten van compromissen, het zoeken naar een nieuw evenwicht, het polderen. Samen zoeken naar een gezamenlijk gedragen oplossing die eigenlijk nog beter is dan de oplossing die we ieder apart hadden bedacht. Er zijn mensen die het vreselijk vinden, maar ik vind het onze kracht. Ik ben er trots op. En ook als je er niet zo van houdt, zou je toch moeten erkennen, het heeft ons ver gebracht. In het verhaal van Nederland is polderen een van de belangrijkste hoofdstukken. Maar wie compromissen wil sluiten, moet natuurlijk wel met elkaar in gesprek blijven. Er is het afgelopen jaar veel discussie geweest over de vrijheid van meningsuiting. De aanleiding, de aanval op de redactie van Charlie Hebdo, was afgrijselijk. En het was goed om te zien hoe eensgezind we erop hebben gereageerd. En nogmaals, ik laat er geen misverstand over bestaan. Ik sta pal voor de vrijheid om te zeggen, te schrijven, te tekenen wat je wilt. Maar ik wil er wel iets aan toevoegen. Ik vind niet dat je iets moet zeggen, schrijven of tekenen en dan snel de deur achter je dicht trekken. Je moet wel bereid zijn het gesprek aan te gaan. Luister naar de mensen die het niet met je eens zijn. Dat is je verantwoordelijkheid als burger, voor het behoud van democratische waarden. Zoals de Deense cartoontekenaars overigens ook gedaan hebben.
Zij spraken op bijeenkomsten en gingen in gesprek met het risico wat we daarna weer in Kopenhagen hebben gezien. Was het Kopenhagen? Nee, ik geloof het niet. En ik sluit niet uit dat ook daar harde woorden zijn gevallen. Maar dat mag van mij. Ik heb niets, met de burgemeester, tegen stevig taalgebruik. Ook al doe ik er zelf niet aan mee. Toen ik voorzitter was van de Tweede Kamer, kreeg ik heel vaak mailtjes van mensen of brieven die zeiden: we horen in de Kamer steeds meer straattaal. Waarom treedt u daar niet tegenop? Ik heb altijd vastgehouden aan artikel 50 van de Grondwet. De Tweede Kamer vertegenwoordigt het hele Nederlandse volk. Het hele volk. Dus ook de mensen die zich soms van straattaal bedienen. En een debat in de Kamer functioneert ook als het ventiel van de samenleving. Kijk, luister, eindelijk iemand die zegt wat ik vind. Dan voelen mensen zich gerepresenteerd. Ik vond en ik vind het belangrijk dat de stem van mensen die boos, gefrustreerd of ongerust zijn over wat zij zorgelijke ontwikkelingen in onze samenleving vinden, juist in de Tweede Kamer wordt vertolkt. En dan ook op een manier die hen aanspreekt. Veel van de mensen die me schreven, mag het wat beschaafder, die bedoelden eigenlijk: wat daar gezegd wordt, wil ik niet horen. Daar wil ik niet over debatteren. Dat moet u verbieden. Maar zo werkt de democratie niet. En het is dus precies zoals Rob Wijnberg vorig jaar zei in zijn vrijheidscollege: het kenmerk van een gezonde democratie is niet dat zij onwelgevallige geluiden van het discours weet te weren, maar dat zij deze weet te absorberen. Een van onze grote auteurs van dit moment, Geert Mak, zingt op zijn website de lof van het verhaal. Hij schrijft: wat is het verhaal? Een fantastisch geschenk. Wat biedt onze menselijke neiging tot vertellen een vreugde en ook een troost? Verhalen brengen structuur in de chaos van de geschiedenis en van de politiek. Ze dragen lessen aan voor de toekomst, versterken een bepaalde orde. Ze geven ons helden om ons aan op te trekken en schurken en verraders om weg te trappen. Zoals de verhalen van mijn geliefde auteur David Grossman. Dit jaar zal hij de 5 mei-lezing houden in de Grote Kerk in Vlissingen. Hij maakte het ergste mee wat een mens kan overkomen. Zijn zoon kwam om tijdens de oorlog met Libanon. In zijn boek Een vrouw op de vlucht voor een bericht uit 2008 schrijft Grossman over 2 oude vrienden, een man en een vrouw, samen op reis door Israël. Ora is op de vlucht uit angst voor een slecht bericht over haar zoon die aan het front is. Ora en Avram houden van hun land, maar haten het soms ook. Maar uiteindelijk zegt Ora: op zulke momenten denk ik altijd, dit is mijn land en ik heb echt nergens anders om naartoe te gaan. Waar moet ik heen? Waar anders kan ik me nog zo over van alles opwinden? En trouwens, wie wil me daar hebben? Ik zou willen dat die dag, de 5e mei, de dag was van ons verhaal. Het verhaal van Nederland. Het verhaal van vrijheid. Een verhaal voor alle mensen die denken: dit is mijn land en ik heb echt nergens anders om naartoe te gaan. Want waar anders kan ik me nog zo over van alles opwinden? Een verhaal dat iedereen die in ons land woont met elkaar verbindt. Als een emotioneel fundament van de staat der Nederlanden. Een ontroerend, inspirerend verhaal dat vertelt hoe verantwoordelijk wij ons voelen voor de vrijheid, voor de universele rechten van de mens, voor de rechtsstaat, voor een levende democratie. Een raamvertelling, een weefsel van 10.000 kleine verhalen, maar wel met 1 rode draad: de waarde van vrijheid en gemeenschapszin. Met open ogen voor het verleden, voor het grote verdriet dat we hebben moeten dragen, de fouten die we hebben gemaakt en alle vreugde die we hebben genoten. Voor de intense haat die we hebben gevoeld en voor de liefde die ons hielp het leven weer op te pakken. Voor al die miljoenen verschillende ervaringen. Ons diep bewust van het verleden en met vertrouwen in de toekomst. Ik dank u voor uw aandacht.